is ook voor ons een hele rijke ervaring geweest. We hebben hier voorbeelden van zaken gehoord die zich voordoen in de praktijk. Dat ook voor ons belangrijk is om te verwerken in hetgeen wij brengen. Ik wil in elk geval u alvast dank zeggen voor het feit dat u hier heeft willen zijn. Trots de omstandigheden, niet om 1 uur, maar tot 3 uur en alles. Ja, maar het is een offer dat je vaak moet brengen als je iets wil bereiken. Ja, mensen in het onderwijs en andere diensten weten het. Als je meer wil, dan moet je werken tot zo laat en moet je 's avonds weer 3 uur studeren en weer. Ja, maar als je het eenmaal hebt, dan weet je wat je hebt. Ja, dus een grote opoffering, maar niet zomaar gedaan. Het heeft zeker haar positieve kanten en je zal voor de rest van je leven ga je zeker gebruik kunnen maken van bepaalde delen van de informatie die je hebt gehad. We willen ook dankzeggen aan de organisaties die u hebben afgevaardigd om hier zo te kunnen zijn. We hebben uw verlangen gehoord en we zullen nagaan op welke manier het mogelijk is dat wij toch ook iets gaan doen voor wat betreft het vervolg. Al zouden we niet de hele opleiding, maar de belangrijke delen uit die opleiding, denk ik dat we zeker zullen kunnen overbrengen. Maar laten wij dat nog even doen en dan betekent dat misschien dat we 2 keer gaan moeten komen om het ene deel van ons te doen en dit te doen. Of we zullen het 1 keer moeten doen. Maar dat willen we altijd nog bekijken, ja, op welke manier wij het kunnen doen. U heeft een certificaat gekregen. En bij de evaluatie heb ik het niet veel gehoord, maar een van de belangrijke dingen die we meegeven. Lijst het in, zodat je het kan zien, maar wanneer je ernaar kijkt, laat het voor jou ook een licht laten branden, dat je informatie hebt gehad, maar hou die informatie niet voor jezelf. Deel die informatie met anderen. Als je het voor jezelf houdt, gaat het die waarde die het moet krijgen, niet krijgen. Maar deel het met anderen, zodat ook anderen ervan op de hoogte worden. Zodat we ook anderen kunnen helpen om beter te functioneren, om beter te promoten, alles beter te doen. Dan gaan we meer succes hebben en dan gaan we ook tevreden zijn wanneer we zien dat het de hele zaak vooruit gaat. En voor ons zeker ook. Ja? Wanneer we horen dat mensen erover praten, wanneer we zien dat er ontwikkelingen zijn, dan stemt het ons altijd goed en dan is het werk dat we hebben gedaan niet voor niets geweest, maar we zien dat er toch wel ermee wordt gewerkt dat mensen er een en ander mee doen. Naast Paramaribo is Nikeri het grootste district waar heel wat organisaties ook vertegenwoordigd zijn. De banken, assurantiemaatschappijen, de gezondheidszorg, onderwijs, communicatie, EBS, waterleiding. We weten dat er heel wat organisaties, dus het is zeker noodzakelijk dat de mensen hier ook die nodige informatie krijgen, zodat ze hun werk beter kunnen doen op de werkvloer. Eén ding dat ons versterkt is dat we weten dat we kunnen vertrouwen op een grotere macht die er is. En zonder onze schepper zijn we niet in staat om de dingen te doen. Ja, de kennis die wij overdragen, dragen wij over omdat we ook daardoor versterkt worden. En met de manier waarop wij met u hebben kunnen samenwerken, heeft ons ook versterkt. Het is aangenaam geweest. Wij hebben niet gezien dat mensen verveelden en zo. Het heeft ons juist geïnspireerd. En meneer Jones, die 2 dingen, de manier van overbrengen. Maar ik weet zeker dat niemand heeft zitten knikkenbollen. Ja, want die gelegenheid zou je niet krijgen. Ja, en dat is zeker een van de positieve dingen. Dat je mensen toch bezighoudt en het interessant maakt voor mensen. Zodat ze op een heel interessante manier die leerstof opnemen om het verder te verwerken.